Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht en Urmia probeert wat afstand te nemen. Urmia pakt twee lengte. Op de tweede plaats Salt en Pepper Diamant. Kan die rug niet meer houden. Gento heeft het ook niet makkelijk. Helemaal aan de buitenzijde komt die Monaco Royal Event. Nummer 2, galop nummer 2. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En de leiding is in handen van Urmia. Urmia, maar daar komt aan de buitenzijde Monaco Royal Event met die man die altijd op de streep wint. Gaat hij dat nou weer doen? Helemaal aan de buitenzijde. De PD-kleuren. Het is weer raak. Jawel hoor, op de streep met een neusje. Monaco Royal Event voor Urmia. En dan Gento die netjes liep. In the dark, it's raining in the park, but meantime, some coming in out of the rain. Uitslag is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door paard nummer 5, Monaco Royal Event met John de Leeuw. Trainer is Bas Krebas, de tijd 1:16 rond. Tweede aankomende was de 1. Dat was Urmia. Derde werd de 3, Gento. En vierde was de 4, Überblick Allure. 5-1, 3-4 officieel. En daar is hij weer, de man die er altijd staat in de PD-kleur. Inderdaad, dat is John de Leeuw die dus in 1:16:0 wint met Monaco Royal Event. Winnen hier dan de winterster der driejarigen, de Victoria Park Wolfga Stakes. En uiteraard worden ze gefeliciteerd door Peter Delis, de man achter Stal PD. En John, je zat eigenlijk helemaal achterin. Het ging natuurlijk in de beginfase knoerdhard, maar dat was tussen andere paarden. Dat was denk ik toch wel een beetje in jouw voordeel? Ik denk het wel. Als je de koers over de finish bekijkt, denk ik het wel. Maar ja, met 5 paarden, ik bedoel... Je zegt ik moet van achteren komen, maar als je op de 4e, 5e plek legt, dan leg je nog niet zo slecht hoor. Maar goed, hij moet het wel afmaken en dat deed hij in dit geval. Hij was natuurlijk eerder van de week werd gezegd, hij heeft goed gewerkt. Maar in zo'n koersje met 5 paarden, is het dan heel moeilijk om daar een soort van tactiek in te hebben? Of maakt dat niet zoveel uit? Nou ja, ik heb het buitenste nummer, dus ze gaan natuurlijk allemaal hard achter die auto weg. En als ik zelf hard mee rijd, ik moest nou hem ook terugnemen, want hij sprong bijna. Maar goed, dat kost alleen maar kracht. En dan kom ik misschien in het dode spoor. Ben ik heel hard begonnen en dan zit ik toch naast het koppaard. En daar wil ik helemaal niet zitten. Dat wil ik pas eigenlijk het laatste stuk. En nee, dat is geen voordeel natuurlijk. Is hij nou ook verbeterd ten opzichte van een tijdje geleden? Nou ja, ik rijd hem natuurlijk nog niet zo lang. Ik heb hem de laatste keer gereden op Alkmaar. Toen vond ik hem al imponerend. Maar wat hij vandaag laat zien, ja, ik denk dat het paard steeds beter wordt. En ik denk dat hij ook op een gegeven moment straks echt met de top mee kan. Het zou mooi nieuws zijn, ook voor Stal PD. Want we lopen even naar Peter Delis, de eigenaar en de man achter Stal PD. Hij had net nog een paard in Parijs lopen, ook Beatnik Turgot. Dan op Stal PD. Mensen kunnen instappen natuurlijk via stalpd.nl. En dan kunnen ze dus eigenlijk op meerdere koersen meespelen. Meerdere banen zelfs. Ja, zeker. We hadden nu 3 paarden starten binnen 5 minuten. Dus Beatnik werd, ik geloof uiteindelijk nog 6e in Vincennes. Nou ja, helaas sprong Solt weg, maar die had natuurlijk zijn prachtige koers al gewonnen in Hamburg. En nu weer Monaco, met steeds andere eigenaren er weer achter. Dus ik ben er heel blij mee zo. Dan gaan we nog een prachtige foto maken, met natuurlijk John de Leeuw erbij. Monaco Royal Event is overigens een zoon van Classic Grand Cru uit Miss Inspiration. Dus in Zweden gefokt, maar gewoon eigendom van Stal PD. Kijk dus op stalpd.nl. Getraind door Bas Krebas en gereden door de man die dat de laatste tijd zo vaak doet voor Bas Krebas. John de Leeuw, hij wint hier de laatste koers van vandaag, de Winterster der Driejarigen. Start is gevallen.
Salt en Pepper Diamant wil die kop wel graag hebben, maar Urmia wil hem eigenlijk niet kwijt. En Ebbingen rijdt ook mee aan de binnenkant, heeft er nog altijd een voorbeen tussen. En dus zit hij wel goed voorlopig in die eerste bocht. Gaan de bocht nu in, Salt en Pepper Diamant is er nog steeds niet langs. En Urmia komt weer terug aan de binnenkant. Maar Salt en Pepper Diamant zet nog een keer aan en nu is hij er wel voorbij. Salt en Pepper Diamant neemt de leiding, Urmia ligt tweede. Dan een hele tijd niets en daarachter op plaats 3 Uberblik Alor. Nou, dat hele tijd valt ook wel mee, want voorin gaat het tempo naar beneden. Het schuift weer in elkaar en dan komt Urmia toch weer terug. Urmia gaat de leiding nu weer overnemen van Salt en Pepper Diamant, die vanaf een rug waarschijnlijk veel beter gaat. Dat deed hij in Hamburg ook, toen hij daar een grote koers won. 18.000 euro incasseerde hij daar. Derde plaats is voor Uberblik Alor, de vierde ligt Gento en de vijfde plaats is voor Monaco Royal Event. Vijf paarden achter elkaar gaan de linkerbocht in. Driejarige steekskoers aan het einde van het seizoen. Dan kun je de pech hebben dat alle toppers op rust staan. Dat is inderdaad het geval. En dan hou je een klein veldje over. Klein, maar fijn. En Urmia leidt. Urmia, Salt en Pepper Diamant op plaats 2. Uberblik Alor sluit aan bij dat tweetal. Dan valt er een klein gaatje naar Gento. Die moet de tanden even op elkaar zetten. Die komt vandaag terug van rust. Die kan er gelijk vol tegenaan. En daarachter ligt Monaco Royal Event. Paarden weer in de rechte lijnen voor de tribune. Nog één ronde te gaan straks en dan zit deze mooie koersdag er alweer op. En het is Urmia die leidt. Urmia daarachter, Salt en Pepper Diamant. Die krijgt hem perfect. Daarachter Uberblik Alor. Bakker is een beetje aan het werk om zijn paard te motiveren. Daarachter op de vierde plaats Gento. Die begint er nu lol in te krijgen. En daarachter is het Monaco Royal Event. Paarden ronden de rechterbocht. Geen beweging in het veld en Ebbingen moet het van kop af gaan doen met Urmia. Achter hem ligt een gevaarlijke concurrent, Salt en Pepper Diamant. Daarachter Uberblik Alor. Gento laat weer even het ruggetje los van Robin Bakker. En daarachter ligt Monaco Royal Event, die pas heel laat zal worden ingezet door John de Leeuw. Hoe laat, dat zien we straks. De deelnemers zijn in de rechte lijn overzijde en gaan op weg naar de laatste bocht. Nog altijd allemaal achter elkaar. Urmia, Salt en Pepper Diamant, Uberblik Alor, Gento. En daar gaat Gento nu naar het tweede spoor, gaat binnendoor naar voren, Monaco Royal Event. Veldje schuift nog wat verder in elkaar en zo gaan ze de laatste bocht in. Urmia leidt, Salt en Pepper Diamant zal er al straks achterweg willen, maar Urmia gaat nu ook versnellen. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjada-bocht en Urmia probeert wat afstand te nemen. Urmia pakt twee lengten. Op de tweede plaats Salt en Pepper Diamant kan die rug niet meer houden. Gento heeft het ook niet makkelijk, helemaal aan de buitenzijde komt nu Monaco Royal Event. Nummer 2, galop nummer 2. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn en de leiding is in handen van Urmia. Urmia, maar daar komt aan de buitenzijde Monaco Royal Event met die man die altijd op de streep wint. Gaat hij dat nou weer doen? Helemaal aan de buitenzijde. De PD-kleuren. Het is weer raak. Jawel hoor, op de streep met een neusje. Monaco Royal Event voor Urmia. En dan Gento die netjes liep.